Welkom iedereen op een nieuwe tutorial van Gemstones. Vandaag ga ik jullie leren op een gemakkelijke manier hoe je een portret van een hondje op een steen kunt zetten. Ik heb al een keer eerder een tutorial gemaakt over hoe het vacht schilderde. En dat had ik dus met de hand getekend. Maar velen kunnen dat niet, zeg maar, op een steen zo rechtstreeks schilderen. Dus ik dacht, ik ga jullie leren hoe je misschien met behulp van carbonpapier of grafietpapier dat je een afbeelding op je steen kunt zetten. Eerst, het is dus carbonpapier. Ik heb een 12 pak en die heb ik gekocht uit Canada. Ik gebruik hem bijna nooit. Maar je kan het dus gebruiken. Je hebt dus je tekening van je hond. Dus er zijn natuurlijk ontzettend veel rassen en zo. En deze mooie chocolade Labrador gaan we vandaag op steen zetten. Dit is een opdracht van iemand. Dus ik dacht, we gaan het nog gewoon gebruiken. Nou, je moet hem kleiner maken. Dus je moet eventjes je steentje gaan meten. Nou, deze is ongeveer 10 bij 10. Dat is meestal de maat waar ik gebruik voor steentjes. En dan zet je hem in Word en dan kun je bovenaan kun je kijken hoe groot het afbeeldingje is. En dan kun je dat kleiner maken, zodat je dus weet in ieder geval dat die op de steen past. Dus deze is ook verkleind, zeg maar, via Word op 10 bij 10. En dat kun je dus ook met alle soorten plaatjes kun je dat, zeg maar, met carbonpapier op steen zetten. Nou, als je hond er eenmaal goed op zit en je hebt hem goed vastgeplakt. Ik plak dan meestal 2 plakbandjes, want anders kan het misschien gaan verschuiven. Dit is, zeg maar, grafiet. Je hebt de zwarte kant en de witte plat. Dus mij moet met de zwarte kant moet je dus aan de onderkant. Dus je moet ook zorgen dat het dus niet gaat wrijven of gaat schuiven, die zwarte laag. Want dan zit je steen is helemaal zwart en dat is natuurlijk niet mooi. Dus probeer hem zo min mogelijk te... Je kan het ook uitknippen hoor, grafietpapier. Maar goed, ik ben lui. Ik doe dat liever niet. Nu gaan we dus overal waar je dus details ziet van de hond. De foto is niet heel erg optimaal, maar goed genoeg. Dus je kan met een satéprikkertje of een pen, kun je dus de omleiding van de hond doen. Dus bijvoorbeeld hier zo. Dus de oortjes. Alles wat je dus ziet op een foto wat anders is. Dus bijvoorbeeld, je ziet dus die, kijk, hij drukt goed, het werkt. En wat ik gewoon... Twee papiertjes of twee plakbandjes, dan weet ik zeker dat het niet gaat verschuiven. Dus ik trek hem dus over en dat kun je dus ook met jouw hondje doen. Dus als je een mooie foto hebt, zet hem eventjes in je computer en in je Word. En trek hem eventjes over. Voornaamste wat je dus moet overtrekken zijn de omleiding van de hond. En de ogen, maar bijvoorbeeld hier ook de oor. Dan zie je dus dat er hier... Dat oor eigenlijk in 2 stukken is verdeeld. Dus dan kun je dus hier ook mooi omlijnen. Dus alles wat je dus ziet. Nou, net wat ik zeg, hier zie je dus bijna niks. Maar ik weet ongeveer wel waar een wang van een chocolade Labrador zit. Net wat ik zeg, mijn printer is ook niet zo heel erg goed. Dus... Ik gebruik hem voor papier te printen en labels te printen, maar mag de pret niet drukken. Gewoon het neusje hier zo, zie ik. Je hebt hier bijvoorbeeld een soort, dat is het neusje, dat zie je bijna niet, maar zo werkt dat, of zo gaat die. Dan heb je hier dat lichtere gedeelte van die neus. En ik probeer dus alles wat ik dus te zien, dus hier de neusvleugel zo... En dan ga je hier, heb je een rondje. Nou, doe nou niet, zeg maar, de hele neus inkrabbelen, zeg maar. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling, want dan wil je dadelijk met je verf doen. Hetzelfde hier aan deze kant. Nou, hier loopt het naar beneden. Met een soort boogje. Dan hier hebben we ook een soort boogje. Het oogje, net wat ik zeg, is heel belangrijk dat we dat goed neerzetten. Dus als je nou niet goed kunt tekenen, is dit de oplossing.
Je kan grafietpapier op verschillende plaatsen kun je dat kopen. Ja, kijk maar eventjes daar waar die. Volgens mij, ik heb het niet gezien in de Action. Dat heb ik dus niet gezien. Ik had het nog laatst gevraagd. Toen ging ik kijken voor. Wat ging ik nou voor kijken? Volgens mij voor hand sanitizer of iets dergelijks. Oh nee, voor mijn microfoon waar ik nu aan het praten ben. Ja, heb ik bij de Action kunnen kopen. Maar goed. Dat is het zeiden. Ik ga nog even verder met het overtrekken van de hond. Als je natuurlijk als je het pen gebruikt, zie je natuurlijk heel goed wat je nou allemaal hebt gedaan. Nou, hoe meer vlakken dat je. Ik heb bijvoorbeeld hier zie je dus die donkere vlak boven die oog. En die kun je dan ook best erop zetten. Want hoe meer vlakjes dat je ziet, des te beter dat je dadelijk ook jouw. Je schilderij of schilderij kunt doen. Want dan weet je in ieder geval waar de donkere vlekken zitten en waar de lichtere vlekken in zitten. Dus op deze manier, ja, volgens mij moet dan iedereen wel hun eigen hondje op steen kunnen zetten. Nu weet ik natuurlijk niet of ik nu mijn eigen ruiten in ga gooien. Hè? Nu ik dat jullie dit op deze manier gaan leren. Dus ik hoop dat er nog mensen zijn die bij mij een steen willen bestellen. Zo van een hond. Oh jee. Ja, we zullen zien. Misschien heb ik nou iets gedaan waar ik later spijt van krijg. Maar ja. Ach. Rijk worden we er toch niet van, zeggen we wel eens. Hè? Nou. Hij is bijna klaar. Zo, hier dat mondje nog. Dat loopt hier zo naar buiten en naar binnen. En dan hier heb je die borst van hem. Het is volgens mij best een stevige hond. Ja, hier zie je het bijna niet. Hè? Het is die donkere vlekken. Dus dan moet er echt gewoon op gevoel moet ik hier vanuit gaan waar ongeveer alles zit. Dat ik zeg, de foto die ik heb toegekregen, die is eigenlijk een stuk beter. Maar deze is dus niet zo heel erg goed om over te trekken. Dus als jij een betere print hebt, dan gaat dat vast en zeker veel beter gaan. Maar ja, je moet roeien met de riemen die we hebben, toch? Daar gaat het over. Nou, zo is hij wel goed, denk ik. Je kan nog altijd even controleren. Even kijken. Omdat hij met twee plakbandjes het probeert. Zo, ja, kijk. Nou, het lijkt vooral een labrador. Precies. Nou, elke labrador is ook anders natuurlijk. Je hebt ook een gouden labrador. Dit is een zwarte labrador. En dit is dus een bruine. Nou, als je nog hier en daar een beetje zwart ziet van de grafietpapier, kun je dat uitgummen. Met je gummetje op de mooie Santorini steen, zie je. Prachtig, van schatmakertjes. Nou, we kunnen aan de slag. We gaan eventjes onze verf erbij pakken. Nou, eventjes wat ingezoomd. Ik heb mijn plat penseeltje. Ik heb er wel een paar van. Kijk, het zijn hele fijne. Het zijn eigenlijk nagelpenseeltjes. Nagelpenseeltjes kosten niet zo heel veel, maar ik gebruik ze ontzettend vaak voor een basislaag aan te brengen. Ik vind ze heerlijk op stenen. Dus overal waar we dus die vlakken zien, dus we gaan nu een basislaag aanbrengen. Dus daar waar we lichtere kanten ziet op de foto, ga ik dus een licht achtergrondje maken. Nou, dit is wel versneld opgenomen, dus neem hier gewoon de tijd voor. Ik kan de film duurde al een uur, dus ik moest wel een beetje gaan plakken. Want anders zit ik hier middernacht ook nog. En ja, ik heb ook twee kinderen die willen ook eten. En een man, ja, die wil ook eten. Nou, overal dus waar ik licht zie, maak ik de achtergrond wat licht. Kijk, hier zie je het, hè. Dus al dat is allemaal licht daar zo. Achtergrond. Nou, het is nog gezegd, het is een basislaag. Ik doe eigenlijk altijd eerst een basislaag op mijn steen zetten. En omdat je natuurlijk al een goede schets hebt, nu met je grafietpapier. En je hebt je vlakken allemaal ingevuld, of nou niet ingevuld, maar omgetrokken.
kun je dus heel mooi zien, oké, waar liggen nou die donkere vlakken en waar zijn nou de lichtere vlakken. Dus een beetje zoals dat, noem ze dat, schilderen op nummer. Alleen bepaal jij de kleur. Beetje wit erbij. Nou, hij komt er niet uit. Altijd zoiets. Oh, dat was mijn telefoon. Sorry, ik ga hem eventjes op stilzetten voordat ik dadelijk jullie dadelijk helemaal gek gepinkt worden door de kletsgroep. Net om het oogje heb ik dus ook een licht randje gedaan. Het wangetje hier ook. En je gaat gewoon door, zo, totdat je denkt van het is, ja, het is goed. Weet je, de basiskleur is goed. Ik kan wel van alles vertellen hier zo, maar. Kijk, een beetje, zit een beetje roosrotig-achtig in dat neusje. En ook dat probeer ik dus ook op de steen als achtergrond te zetten. Nou, ik maak hier een knoeiboel van. Nou, ik hoop dat jullie dit allemaal leuk vinden. En ik hoop dat dit mij ook ontzettend veel abonnees oplevert. Ik weet, ik heb het nog niet gezien dat iemand met grafietpapier of behulp van grafietpapier een hond op steen zet. En net wat ik zeg, mijn vorige tutorial voor honden ging over de verschillende soorten vachten te schilderen. Kijk dus eventjes op mijn YouTube-kanaal als je nou denkt van ja, mijn hondje is langharig of ruwharig. Ik heb proberen om het een beetje te kunnen alles zeg maar onder handen te nemen. In ieder geval de voorbereiding, de basis. Dat jullie weten dus dat, ja, dat aan de hand van die twee tutorials zou je in principe zou je je hond moeten kunnen schilderen. En wees nou niet te hard voor jezelf als het nou niet in één keer zeg maar zo gaat zoals jij wilt. Oefening baart kunst en gewoon blijven doen. En als je er plezier in hebt en je wordt vanzelf, word je gewoon steeds beter. Met elk steentje die we dus maken, worden we een klein beetje beter. Zo, hier zit wat schaduw onder, dus ik maak dus wat donkerbruin en ik meng dat met een klein beetje zwart. En ik probeer dat zeg maar op die manier wat donker te maken. Dat in ieder geval die schaduw van die oor, dat het klopt. En ik gebruik eigenlijk weinig puur zwart. Vooral met mijn tutorials met realistische honden en katten en dieren. Want zwart zit eigenlijk nooit in de natuur, in zijn natuurlijke kleur. Er zit altijd wel een kleurtje in. Dus in dit geval zit dat dus donkerbruin in. Dus ik gebruik wel een beetje, want ik ben gewoon te lui zeg maar, om zeg maar, net zo lang te mengen dat ik net zo zwart heb. En ik vind, nou, ik heb gewoon zwart, dus prima. Maar goed, een echte kunstenaar, en ik ben dus niet een echte kunstenaar, ik ben ook maar een hobbyist, die zal dus nooit zwart op hun schilderij gebruiken. Ik heb het nog zo niet eens gezien. Iedereen zegt van, oh nee, wow, je mag geen zwart gebruiken. Maar ja, ik vind het wel handig zeg maar om het een beetje als basis te gebruiken voor je schilderijtjes een beetje donkerder te maken. Ja, dit oortje was ook een beetje raar. Je had hier de lichtere en dan hier heb je een donkerdere vlak. Dus probeer dat ook nog steeds zeg maar te kijken, dus pak je referentiefoto er gewoon bij en kijk gewoon waar dus die donkerdere vlakken zitten ten opzichte van jouw lichtere vlakken. Net wat ik zeg, deze foto is niet optimaal, dus ik moet ook zelf een beetje ja, artistisch talent zeg maar, of noemen ze dat artistisch, ja, oh, nou ik weet het even niet meer, soorten dat je daar vrij in bent, ja. Zoiets. Jullie weten wat ik bedoel. Niet zo moeilijk doen. Leven is al moeilijk genoeg. Nou. Net wat ik zeg, het is nog steeds alleen de basis. Maar met basis, hoe meer dat je laagjes aanbrengt, dus hoe beter
dat je uiteindelijk je foto gaat zijn, of je foto, je schilderij op steen gaat zijn. En de meeste mensen zullen dadelijk zeggen van, nou, als basis is die al goed, maar ja, dan ben je eigenlijk nog niet klaar. Dan moet je gewoon nog eventjes door. Als je nou je hond, zeg maar, langharig is, dan is dit eigenlijk altijd nog de basis. Je begint eigenlijk altijd met de kleurvlakken en pas daarna ga je dus die lange haren of de ruwe haren of de krulharen, ga je die pas aanbrengen. Dus de basis hier blijft eigenlijk hetzelfde. Zo. Ik heb mijn referentiefoto hier langs me liggen. Dus ja, ik moet eventjes kiezen. Want jullie moeten het natuurlijk goed in. Ja, het is een donkere vlak, zie je. Het heeft een soort rondje. En de binnenkant van dat rondje is eigenlijk lichter. Dus ik probeer dat ook hier aan te maken. Dus ik maak gewoon een rondje hier zo. Zie je? En dan heb je in het midden hebben we weer wat lichter. Ik moet wel zorgen dat mijn penseeltje een beetje lichter is. Nou kijk, dat is het wangetje dan. Het is altijd een beetje een vraag. Hè? Wat moet ik nou in beeld hebben? Moet ik nou de steen heel goed in beeld hebben? En moet ik mijn steen samen met pallet? Maar ja, ik heb nu natuurlijk drie dingetjes wat ik eigenlijk in beeld moet hebben. Maar dan zie je de steen weer niet zo goed. Dus het is een beetje compromis. Dus ik probeer toch een beetje uit te leggen dat je dus moet goed kijken naar je referentiefoto. En ja, ik zal het natuurlijk hartstikke leuk vinden uiteindelijk als jullie mij laten zien wat je hebt gedaan aan de hand van deze tutorial. Of het is gelukt. En bovendien zou het natuurlijk ook heel erg leuk zijn als je me eventjes tagt, zeg maar, op een van de Facebook groepen. Jammer genoeg kunnen we het dan nog niet, zeg maar, via onze YouTube kanaal dat je daar foto's kunt doorsturen. Mensen, ik heb het nog niet gevonden. Maar ja, ik zou het natuurlijk hartstikke leuk vinden. Hè? En dus laat me weten hoe jouw hondje heet. Dit hondje heet Suus. En dit hondje is helaas niet meer op deze wereld. Dus op de, hoe zeggen ze dat zo leuk, over de regenboog gegaan. Heel erg verdrietig. Mijn hart gaat altijd uit naar zulke mensen. Want ik natuurlijk, het merendeel van de portretten die ik maak, die helaas zijn de hondjes er al niet meer. Maar oh ja, ik vind het zo. Het doet me terugbrengen naar mijn hond. Het verliezen van mijn honden. Ik had altijd herders gehad. En onze laatste hond, zeg maar, is in Canada doodgegaan. En ja, we hebben het nou nog steeds over hem. Dat was echt een karakter, onze hondje. Hij heette Jules. En wij noemden hem altijd Julesy Boy. Oh, heerlijk beestje. Nou, de donkere stukje hier boven de ogen doe ik eventjes met het donker, heel donkerbruin. Dus gewoon bruin en dan een beetje zwart erin. Om, zeg maar, die diepte, zeg maar, van die wenkbrauwen, zeg maar, erbij te doen. En dan ga ik zo langzamerhand, maak ik het een klein beetje lichter. Om het een beetje samen te voegen naar met de rest, het algeheel van het hondje. Net wat ik zeg, het is de basis, het hoeft allemaal nog niet perfect te zijn als de vlakken maar kloppen. En probeer ook niet te hard, te harde lijnen te maken. Dus zorg dat je zacht schildert. Met zacht schilderen bedoel ik dus dat het langzaam aan elkaar vloeit. Dat je het, zeg maar, mooi blendt met elkaar, met de laagjes die daar omheen vallen. Dus dat je dus niet, zeg maar, een hartstikke donkere vlak hebt met daarachter een hele lichte vlak, zonder die twee langzaam elkaar te laten gaan. Nou, het hoofdje is bijna klaar.
Ik laat natuurlijk altijd het neusje en de oogjes laat ik voor later. En ja, ik wou... ik moet jullie iets bekennen. Nou ja, bekennen. Ik had dus een tutorial gemaakt van deze mooie hond. En ik was uiteindelijk bijna klaar. En ik was ook klaar. En toen kreeg ik dus mijn laatste video niet kon ik niet openen. Omdat mijn computer dus vol zat. Nou weten jullie allemaal dat ik wel graag tutorials maak voor jullie. Maar die nemen ook zoveel plaats in beslag. Dus ja, ik heb dus een heleboel oude tutorials moeten deleten. Verwijderen. Zodat ik deze film voor jullie kon maken. En ik had ook een andere film gemaakt ondertussen tijd. Maar moet ik helemaal opnieuw doen. Dat is zo ramp. Dus dit hondje, jammer genoeg, was bijna klaar. Behalve de oogjes. Dus het oogjes van dit mooie puppy. Dat is natuurlijk geen puppy op deze hond. Maar ik zeg, alle lieve honden zijn van mij puppies. Of buddies. Maar de oogjes zul je dus niet zien op deze tutorial. Jammer genoeg. Maar als jullie nou kijken naar mijn tutorial van hondenvacht schilderen. Daar doe ik wel het oogje behandelen. Dus dan kun je het misschien toch wel op die manier kun je toch volgen. En kun je de oogjes nog fixen. Niet elke hondenoog is natuurlijk hetzelfde. Maar ik hoop dat het gaat lukken. Als het nou niet lukt, dan kun je me ook altijd even taggen in stenen schilderen. En dan ga ik je ook altijd... je mag ook een berichtje sturen via Messenger... Mijn naam is Rosemarie Stevenson. En je kunt me dus vinden op Keitof. En je kunt me vinden op stenen schilderen. En dan probeer ik je ook altijd te helpen. Ik ben dat betreft, ik ben er voor jullie om te helpen. En ik leer ook nog elke dag samen. En ik zie ontzettend leuke steentjes voorbij komen. En raak daar ook enorm van geïnspireerd. Dus ik ben heel benaderbaar. Dus alsjeblieft, als het niet lukt, je weet me te vinden. Nou, kijk, de basis is bijna gelegd. Het neusje doe ik nog even niet. En de oogjes doe ik ook nog even niet. Ja, de oogjes zul je dus helemaal niet zien. Sorry. Maar het is wel goed zo. De basis is wel klaar zo bijna. Je kunt nog hier en daar kijken. Ik ben eigenlijk nu al een beetje details aan het neerzetten. Maar ja, dat komt omdat ik dan lekker bezig ben. En dan ga ik gewoon door. Dat moet ik eigenlijk niet doen. Ik moet echt gewoon denken van, nou, het is goed zo. Basis is klaar. Kijk, het ziet nog niet zo goed. Maar iedereen zal zeggen van, nou, als ik zal deze vacht kunnen schilderen op deze manier, ben ik al blij. Nou, ik heb mijn dunne penseeltje. En we gaan nu de details aanbrengen. En we gaan eens kijken naar de neus. Meestal begin ik dan met de neus als ik de details ga schilderen. Nou, het is een bruine, donkerbruine, zwarte neus, denk ik. Je ziet het gewoon niet zo heel erg goed. Dus we gaan gewoon eventjes beginnen en dan gaan we kijken of het klopt. Of het plaatje klopt. Kijk, ik begin gewoon met een donkerbruine basiskleur. Probeer dus binnen de lijntjes te blijven. Voor sommigen is dat heel moeilijk. Maar soms als je dan je hand op een stabiel iets neerzet. Op de tafel of misschien juist op de steen. Dan lukt dat vaak wel beter. Dus ik trek dat neusje ook een beetje door naar het mondje. Kijk, hier loopt dat mondje. Zie je? In dat puntje van de neus trek je dan naar beneden naar jouw middenpunt van jouw hondje. Jouw portret. Het neusje is dus het middelpunt. Mijn verf een beetje donkerder gemaakt. En nu maak ik hem wat lichter. Hij is nog een beetje nat. Zie ik? Zorg ik wel dat het een beetje nat blijft.
Want de bovenkant van je neus zit een mooie glim op, zeg maar. Dat is ook lichter. Er valt natuurlijk ook licht op. Dus dat mag ook lichter. En dan breng je dat zo een beetje saampjes. Het klinkt zo simpel, hè. Als ik hoor dat jullie al zeggen, ja, dat breng je dat zo saampjes. En dan denk je, dat is toch al makkelijk voor jou, maar mij lukt het niet. Neem gewoon de tijd. Het idee is dat je dus een beetje nat blijft met je verf. Als je nou te droog werkt, dan kun je heel moeilijk die verfjes bij elkaar mengen. Dus als je ze wat lichter houdt, zeg maar wat natter houdt, dan gaat het je veel makkelijker en veel sneller gaat het goed. Kun je veel makkelijker blenden. Niet vergeten, dit is allemaal versneld opgenomen, want ik heb natuurlijk echt geen tijd, zeg maar, om zo lang met jullie in te kunnen kletsen. Dus in realiteit ben ik er toch wel tot 8 uurtjes mee bezig van het begin tot eind. Zo. En net zoals ik zeg, neem je tijd gewoon. Geniet hiervan. Geniet van het proces dat je denkt van, oh, nog een klein laagje hier en een klein laagje daar. En het is zo leuk om zo'n steen te maken. Vooral als je dus iemand een cadeaukundige kunt doen. Zeg maar, als je weet bijvoorbeeld dat mijn achterburen die hebben ook een labrador. Een zwarte. En daar moet ik dus binnenkort, of moet ik, daar wil ik graag een steentje voor maken. Want de twee kindjes, ze hebben er 3, maar de twee kindjes die wat ouder zijn, die missen hem enorm. Dus ik probeer op die manier, probeer ik ze een beetje een hart onder de riem te steken. En nou, ken jij iemand die dat misschien ook heeft? Of dan is het natuurlijk hartstikke leuk als je dat zou kunnen doen voor iemand. Je moet alleen wel weten te kunnen komen aan een foto van de hond of de kat. Of een ander beestje kan natuurlijk ook. Konijntjes of caviaatjes. Nou, wat ik dus aan het doen ben hier. Ik ben dus langzaam laagjes aan het opbouwen. En ik kijk altijd naar de referentiefoto. En ik probeer ook altijd een referentie te maken. Van oké, waar zit mijn lichtere plaatsen. En waar zit het wat donkerder. En probeer ik dan op die manier. Probeer ik dus laagje per laagje per laagje per laagje. Probeer ik diepte in een portret te brengen. Deze kant ook. Alkylverf is natuurlijk een hartstikke fijne medium om mee te werken. Want het is een heel vergevend goedje, verfje. Je hebt ook olieverf, maar olieverf dat duurt heel lang eer dat droog is. En voor steen daarom minder geschikt. Er zijn mensen die daar hele leuke en heel succesvolle ervaring mee hebben. En die willen ook niks anders. Volgens mij is het ook wel wat dat betreft een betere kwaliteit van verf, denk ik. Maar omdat alle meesters eigenlijk altijd met olieverf hebben gewerkt. Mijn theorie is eigenlijk omdat het wat langer nat blijft. Dat de meesters eigenlijk willen werken met een olieverf in plaats van acrylverf. Ja, op steen droogt het allemaal wat minder snel uit. Dus is voor mij acrylverf gewoon de beste medium. En kun jij natuurlijk met olieverf doen. Maar goed, dan moet je wel heel erg veel geduld hebben om je steentjes te laten drogen. Ja, en geduld, mensen, daar heb ik zo weinig van. En dan zou je denken van, nou, je hebt toch engelen geduld, want je maakt mooie stenen. En dat klopt ook wel. Maar dan ben ik even in mijn element en dan ben ik zo bezig. Dan vergeet ik eigenlijk de tijd. Dus dan gaat de tijd zo snel. Mensen die zeggen wel eens, die dan een portret van mij hebben, die zeggen wel eens, oh, is hij nu al klaar?
En dan denk ik van, ja, je me zou eens moeten weten. Ik ben 's morgens vroeg ben ik begonnen. Dan ben ik om 5 uur klaar. En ik heb eigenlijk weinig pauze genomen. Omdat ik dan zo van de wereld ben. Dat is eigenlijk slecht hoor. Ik moet eigenlijk bijna tegen verslaving aan, denk ik. Sst, niks zeggen. Sst. Oh. Ja, en dan denk ik, ik ben dan wel zo blij en trots op het resultaat. En als ik dan leuke berichtjes krijg van mensen die zeggen van, nou, het steentje is binnen en het is beter. Hij is nog mooier in het echt, hoor ik zo vaak. Het lijkt wel een foto, dat het een foto opgeplakt is, hoor ik ook heel vaak. Veel verdriet van mensen. Die ze dan met mij delen. Niet verdriet, maar goed, dat ze eventjes een traantje weg moesten pinken. Omdat ze dus, ja, als je zo'n steentje in je handen hebt. En ik zal later ook, de eindresultaat laten zien op dit filmpje. Dus ook al heb ik dus niet een film gemaakt van hoe het de oogjes ziet. Zul je wel zien hoe de oogjes uiteindelijk zijn geworden. Want ik maak ook van alle steentjes die ik heb gemaakt ooit, maak ik een foto. En ik probeer die altijd te bewaren. Ja, ook mijn telefoon staat barstens vol met foto's van geschilderde stenen. Oh, wat erg. Maar ja, jullie zijn er blij mee, hoop ik. Nou, we zijn op de helft. Ik moet nog een half uur liggen kletsen met jullie zo. Ik kan eigenlijk wel zo'n muziekje spelen, maar ja, ik heb er eigenlijk zo'n hekel aan van die muziekjes. Misschien moet ik gewoon eventjes stil zijn. Gewoon helemaal niks zeggen. Raar, hè? Oh, ik kan niet niks zeggen. Oh, wat erg. Ik hoop... Gelukkig vinden de meeste mensen mijn stem wel plezant. Dan moet je zeggen dat als je zelf je eigen stem hoort, dan denk je van, oh, verschrikkelijk. Maar ja, ik heb waarschijnlijk een goede telefoonstem. Dat zei ze vroeger ook altijd, hè. Als een klein meisje nam ik een telefoon op en dan zei ik mijn volledige naam. En met wie spreek ik? En dan waren ze altijd zo netjes van, oh, pak jij je telefoon netjes aan? En nu is het tegenwoordig, hoi. Meer krijg je niet van de kinders. Hoi. Oh. Vroeger werd dat gewoon nog netjes geleerd, hoe je je telefoon moest aannemen. Maar ja, we hebben nou tegenwoordig geen vaste telefoonlijn meer. Dus het is allemaal gsm. Dus ik denk, ja, de meeste mensen die hebben geen vaste telefoon meer. Dus ja, dan zie je al wie er belt, toch? Meestal. Jullie denken vast van, oh, zit ze nou nog steeds op dat oog? Maar ja, dat moet ik zeggen. Het blijft om laagjes en hoe meer laagjes dat je aanbrengt, dus te mooier dat het wordt. Dus ik ga nog even verder met laagjes aanbrengen. En ik gebruik mijn kleine penseeltje, dus is mijn ooglijnen penseeltje. Je kunt ze verschillende plaatsen kopen. Als je een bestelling maakt bij schatmakertjes, waar je deze stenen ook vandaan kunt kopen. Ik heb deze zelf gekocht hoor, deze steentjes heb ik zelf gekocht. Ik heb een keertje een doosje gekregen van schatmakertjes en die gebruik ik zeg maar voor mijn zwerfsteentjes. Dat zijn wel de kleintjes, maar deze grote, die koop ik altijd bij schatmakers. Eventjes wil ik even laten zeggen. Maar dan krijg je ook zo'n leuk penseeltje erbij. Zij heeft ook de verf van DecoArt, die ik dus ook gebruik. Alleen die van mij is een ander merk. Maar eigenlijk is het dus ook DecoArt. Het is gewoon de goedkopere versie die ik dus toentertijd in Canada woonde. Die ik heb gekocht in de goedkope winkel daar. Dus helaas kun je dus die niet hier kopen. Dus vraag niet waar je precies deze vandaan kunt halen. Want dat vind je niet in Nederland.
Jammer genoeg, want ik zou het heel geweldig vinden als je dus die dollarstore zeg maar in Nederland kunt vinden. Dan is het de juiste, hè? Niet degene waar je dus haarelastiekjes kunt kopen voor 50 cent. Want daar, ja, die zijn, punt 1, het is gewoon rommel. Maar in Canada heb je dus geen rommel. Dan heb je ook wel rommel, maar de verf is heerlijk. Dus. En je ziet ook zeg maar heel veel andere mensen die zeg maar ook dezelfde stenen of dezelfde verf gebruiken als dat ik doe. Dus bijvoorbeeld Rokan Rocks is ook een hele getalenteerde. Ik denk dat het een vrouw is, maar ik weet het niet zeker. Volgens mij is het een dame. En die dus die gebruikt dus ook dezelfde verf. En Rachel Rocks, die kennen jullie vast ook wel, die gebruikt ook deze verf. Dus ik weet dus dat het fijne verf is. Maar helaas, pindakaas, je zult het met deco-art moeten doen en de volle bep moeten betalen. Maar net wat ik zeg, heerlijke verf. Ik kan niet meer zonder. Ik heb ook wel Amsterdam verf. En heel af en toe gebruik ik die wel eens voor portretten, zeg maar, niet van honden, maar van mensen. Dan heb je er nog een beetje, zit een beetje hoger, nog, volgens mij nog hoger pigment in. Maar voor, ik vind, ja, ik vind deze verf gewoon fijn. Van DecoArt. Het is leuk om te zien, zeg maar, hoe je zo'n hond heel langzaam kunt opbouwen. En ik ben, nou, ik ben zo benieuwd naar jullie hondjes, waar jullie portretten en wat het verhaal daarvan is, want elk portret heeft wel een verhaal. Maar misschien is het licht het gevoelig en wil je het liever niet. Of misschien heb je geen hond en wil je wel je lievelingshond op steen zetten. Of heb je ook een lieve buurvrouw, buurman die je graag een keer wil verrassen. Nou, het wil me niet. Ja. Ik wil het donkerder maken hier en dan lukt het niet. Zie je hoe vaak dat ik eigenlijk mijn penseeltje, omdat het natuurlijk een heel klein penseeltje is en ik nat schilder, ja, dan gaat het natuurlijk ook niet zo heel lang mee op mijn penseeltje. Maar dat vind ik niet erg. Want ik heb liever een beetje te weinig als een beetje te veel. Dan moet ik weer met mijn vinger gaan werken. En dan weten jullie wel, dus ik zit onder de verf. Dus met portretten zit ik eigenlijk weinig onder de verf. Dat doe ik eigenlijk altijd wel prima. Maar dat komt gewoon omdat ik dan heel secuur en heel rustig bezig ben. En dat ik daar alle tijd voor neem. Dat moet ook wel. Ik bedoel, mensen die betalen mij hiervoor. Dus ik wil ook dan zorgen dat het netjes is. En dan doe ik eventjes liever wat extra tijd. En dat ik zeker weet dat het goed is, als dat ik zeg maar te snel ga. Eventjes nog een donker plekje hier bij de neus. Opnieuw, het is nog geen zwart hoor. Het is nog steeds dat donkerbruin. Dan zie je hoe dat die neus dan meteen een beetje naar boven komt. Kijk, klein donker randje hier aan de onderkant. En je kan natuurlijk geen zwart gebruiken. En dan zal je vertellen waarom. Omdat die pupillen, of die pupillen, ik zeg de pupillen, maar die neusgaten, dat zijn natuurlijk wel donkere, heel donkerdere plaatsen. Dus daar moet je juist je zwart voor gebruiken. En ook daar heb je ook, zeg het dus, verschillende tinten in. Dus ik doe hier eerst eventjes een licht randje om het neusgaatje. Ja. Klein beetje samenvoegen. Het is een beetje nat en het geeft een beetje vertekend beeld.
mijn neusvleugel een beetje donkerder maken. Deze ook. En dan komt het. Nu ga ik dus zwart gebruiken. En omdat de rest donkerbruin is, dan zul je dus toch nog die neusgaten zien. Als je nou, dit neusje is natuurlijk een beetje donkerbruin. Als je nou een grijs neusje hebt, dat kan natuurlijk, hè, want de meeste honden per definitie hebben grijze neuzen. Sommige hebben een beetje roosachtig. Maar dan moet je eventjes denken dat je dus niet zwart moet gebruiken behalve voor die neusgaten. En daardoor, ook al lijkt het een zwarte neus, zul je hem grijs moeten maken. Gebruik een beetje grijs met een beetje blauw. Dat geeft een mooi effect en dan geeft het ook een wat warmere tint. En zul je zien dat het dan beter klopt. Dus niet puur zwart gaan gebruiken voor de neus, enkel voor de neusgaten. Dit hondje kijkt een beetje naar, even kijken, waar kijkt hij? Hij kijkt naar links. Ja, dus vanaf, als je naar deze foto bekijkt, zeg maar, kijkt die hond dus naar links. En voor zijn kant natuurlijk, kijkt hij naar rechts. Want natuurlijk, hè, wij kijken ernaar, maar de hond kijkt naar rechts, maar wij zien dat hij naar links kijkt. Je weet wat ik bedoel. Het is een beetje spiegelbeeld. Maar daarom is dus de oog aan beide kanten. Dus de verhoudingen die zijn dus niet recht zoals op mijn tutorial van vachtschilderen. Die oogjes waren recht. Hè. Die hond die keek recht. Dus je zal moeten kijken dus als je je fotoreferentie zeg maar ook naar een andere kant kijkt. Dan moet je dus kijken van goed kijken naar de oogjes. En dan zul je dus ook zien dat de oogopslag daardoor ook verandert. Dus je hebt niet twee dezelfde vormen van de ogen, zie je? Het is echt een heel andere vorm. En dat is ook geen probleem, omdat die oogopslag sowieso verandert ten opzichte waar dat jij kijkt naar de hond. Ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben. Af en toe denk ik van, ja, ben ik wel duidelijk? Maar meestal zeggen jullie dan altijd heel lief. Ja hoor, je bent hartstikke duidelijk. Toen ik pas begon met stenen schilderen, zocht ik ook altijd naar tutorials op online en op YouTube, Facebook. En ja, het viel me eigenlijk op dat er eigenlijk heel weinig in het Nederlands was. Heel veel in Engels. En nu, mensen die mij kennen, die weten dus dat... ja, eigenlijk onze thuistaal is Engels, omdat mijn man uit Groot-Brittannië komt. En mijn kinderen spreken Engels. Dus ik kan heel goed Engels. Soms wel beter dan Nederlands. Maar er was gewoon een gat in de markt voor Nederlandse tutorials. En ik weet dat niet iedereen heel sterk is met Engels. Vooral de wat oudere dames, zeg maar, die mij graag volgen. Ja, die vinden het toch wel fijn als het gewoon in hun eigen Nederlandse taaltje kan. En ik probeer ook altijd zo rustig mogelijk alles uit te leggen. En ik probeer ook altijd zo duidelijk mogelijk te zijn met wat ik aan het doen ben. En ook niet al te snel, zeg maar, mijn video's gaat afspelen. Of dat je, zeg maar, zo'n timelapse, ja, daar heb je dus ook helemaal niks aan. Dus deze film die duurde wel heel lang. Dus ik moest wel gaan knippen. Want ja, wie heeft er nou zin om zeg maar zo lang naar mijn stem te luisteren? Dat, ook al ben ik een hele lieve stem. En ben ik ook ik ben ook heel lief hoor. Maar ik denk niemand heeft daar zin in. En tijd voor. Jeetje, laten we het hebben over de tijd. Maar waar gaat de tijd toch heen tegenwoordig? Het gaat allemaal zo snel. Het is alweer lente. En dadelijk als het mooi weer is, ja, dan wil ik ook naar buiten. Dus dan heb ik misschien ook wel minder tijd voor tutorials. Ja, sorry. Niet schrikker.
En dan moet het stenen schilder toch een beetje op een laag pitje gezet worden. Want dan ga ik toch lekker liever naar buiten. Lekker een beetje de tuin ploeteren. Ja, vind ik eigenlijk niet zo leuk. Maar goed, dat moet dan wel, hè? Want dan gaat het onkruid zo snel groeien. Nou, als je bezig bent met je portret, kijk ook altijd even goed naar je referentiefoto. Dat blijft dus die lichtere plekken in ogen houden en die donkere plekken in ogen houden. Dus dat je dus niet zeg maar als één geheel gaat worden. Dus je wilt nog steeds die vlakken die we dus in het begin als basis hebben getekend, toch nog zien. Alleen ja, nu ben ik dus eigenlijk alles een tint donkerder aan het maken en alles een beetje samen aan het voegen. Want het is natuurlijk een chocolate lab en niet een golden lab die toevallig in de modder heeft gespeeld. Zoiets. Nee, dat kan natuurlijk niet. Af en toe doe ik wel een beetje heel licht gebruiken, zeg maar, om echte highlights te brengen. Dus net bij dat oortje, dat zag ik ook een echt licht vlakje. Nou, we gaan nu even terug naar het neusje. Ik veeg ook altijd met de haarrichting mee. Niet tegen, maar mee. En dat doe ik omdat het dan, zonder dat je het weet, zie je toch die streepjes. En als je het dus kriskras door elkaar doet, ja, dan lijkt het dus niet realistisch. Dus je moet zorgen dus dat je altijd met de haartjes, ja, de haarrichting van het hondje meegaat. Dus ja, dit hondje die heeft natuurlijk, Labrador heeft natuurlijk wat kortere haar. Dus zie je niet zo heel erg goed. En vooral niet op deze referentiefoto. Maar ik weet gewoon wel waar die haarrichtingen heen vallen. En als jij jouw hondje nog bij je hebt, dan zie je natuurlijk ook heel goed waar die haarrichting heen valt. En het is natuurlijk heel erg belangrijk dat we dat juist doen. Dit hondje heeft zeg maar hier, dichtst bij de snuitje, heeft hij echt een wat donkerdere mond. En naarmate aan de zijkant worden ze wat lichter, de wangetjes. Je ziet dat vaak ook bij oudere honden hoor, dat ze zo'n grijze snuit gaan krijgen. Ik vind het schitterend om te zien. Echt zo'n grijs oud mannetje of een oud vrouwtje als een hond. Ja, dat heerlijk. Het hoort zo. Ook hondjes worden oud. Als je dus net zoals mij vaker honden schildert, dan weet je dus ook ongeveer waar de wangen heen vouwen en wat de autonomie van een hond is. En natuurlijk, niet elke hond is natuurlijk ook hetzelfde. Dus bijvoorbeeld een Chihuahua heeft natuurlijk wat rondere grote ogen. Ook kleine hondjes hebben het over het algemeen nog wel grotere ogen. Want ja, zeg nou zelf, hè, meestal zijn het kleine hondjes en grote honden in een klein lichaam, zeggen we altijd. Dus, en dat is ook met de oogjes ook wel. Dan hebben ze echt grote ogen. Denk eventjes aan de Mastino Napolitano. Nou, die heeft van die hangogen. Daar zie je heel veel van dat roze rondom het oog. Hetzelfde met English Bulldogs. Ook van die oogjes die zo zielig kijken. Welke nog? Basset Hounds. Ook zulke. Ja, die heb ik nog nooit geschilderd. Lijkt me wel leuk. Dat zijn ook van die oogjes die wat pruilerig staan. Ja. En een beetje zoals een bedroepie, weet je. Volgens mij is dat is het idee dat die ogen. Volgens mij noemden ze die zo, droepie. Ik weet niet of jullie die kennen nog. Maar die had ook van die zielige oogjes altijd. En dat volgens mij was een Basset hond. Als ik me goed kan herinneren. Nou, we zijn bijna rond bij het mondje. Hier en daar nog lichtere plaatjes, lichtere plekjes.
En ik doe echt heel langzaam, soms met wat natter kwastje. Een tintje lichter of een tintje donkerder. Maar net dat ik ook kijk. Ik kijk ook vaak van een afstandje naar mijn steen. Om te kijken van, klopt het nog? Is het nog allemaal perfect? Is het nog gelijkend? En soms moet ik ook eventjes een kopje koffie drinken. Want dan denk ik van, ik heb een droge mond. Of ik bijt in de binnenkant van mijn wang. Heb ik ook hoor. Dan ben ik zo geconcentreerd bezig. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Met jullie, als jullie aan het stenen schilderen zijn. Sommige mensen hebben een tong uit de mond. Dat doet mijn schoonvader altijd. Die vindt het altijd... Als hij bezig is, dan hangt dat tongetje zeg maar naar het hoekje. Dus ik ben benieuwd wat die van jullie is. Ja? Wat jullie kwaaltjes zijn als jullie heel geconcentreerd bezig zijn. Vast wel iets. Of jullie zijn dan niet geconcentreerd bezig. Dan denk ik... Nee joh, maak maar een grapje. Iedereen is anders. Even de schaduw hier van het oortje nog een beetje extra. Het wangetje hier ben ik nog niet zo heel erg tevreden over. Dus het is een beetje rechter hier zo. Heeft een beetje een grijzere snoetje, zo'n mondje. Dat is nog te licht. Dus eventjes wat donkerder maken. Nou, ik hoop dat jullie het echt waarderen, want ik besteed zoveel tijd in tutorials maken. En het lijkt natuurlijk niet zoveel, omdat natuurlijk deze film is nou een uur. Maar je moet je eigenlijk ook eventjes indelen, als ik een tutorial maak, dan ja, neemt het steentje maken al wat langer in beslag, omdat ik het natuurlijk niet kan verleggen, dus ik moet die steen laten liggen. En ik, af en toe wil ik het heel erg graag draaien. Dus ik moet ook, ik gebruik ook heel vaak mijn telefoon, moet ik zeggen. Dan als ik een portret schilder, dan in plaats van dat ik dus de foto uitprint, dat doe ik eigenlijk niet. Ik gebruik mijn telefoon, dus ik zoom graag dan in. En dan kijk ik naar de referentiefoto op het telefoon. En omdat ik dan kan inzoomen, vind ik het zo fijn. Dan kun je dus echt de details heel goed zien. Dus ik vraag ook heel vaak aan mensen, heb je een duidelijke foto? Want hoe duidelijk de foto is, je weet wel. Dus te beter dat het resultaat is. Dat komt gewoon dat je gewoon alles gewoon veel beter ziet. Dus dan zoom ik helemaal in. En dan zie je bijvoorbeeld elk klein haartje. Nou, als ik dat elk klein haartje zie, dan kan ik elk klein haartje ook schilderen, zeg ik altijd. Het is natuurlijk vrij. Sommige honden zijn er gewoon niet meer. Dus mensen die hebben dan wat ze hebben. En ik probeer ook altijd dan mijn best te doen. En dat weten ze ook allemaal, dat ik mijn stinkende best doe voor elk portret. Maar in ieder geval op deze manier, hoe beter het foto, dus te beter dat je het resultaat zal zien. Hier is het nog een beetje licht. Nou, hij is bijna prima. Nou, ik doe nog een klein beetje zo. Hier en daar kleine streepjes. Ja, jullie... Kijk, dit is een best een klein steentje. 10 bij 10. Dat is niet zo heel erg groot.
Maar kijken jullie dus op je grote televisie en dan zie je natuurlijk veel beter die kleine streepjes die ik zet. Is misschien ook wel aan te raden om het zeg maar op je computer te zetten of laten afspelen. Kun je ook naar YouTube gaan. Maar ik weet dat heel veel mensen zullen waarschijnlijk als allereerste keer deze tutorial heel snel laten afspelen op je telefoon. Want wie heeft er nou zin om een uur naar een tutorial te gaan kijken van een hond die ze eigenlijk niet kennen? Dus ja, het is het is wat. Maar goed, ik ga even een klein licht randje hier om het oogje doen, want die Labradors die hebben een heel licht randje. In ieder geval dit hondje heeft dat. Dus dat zie ik goed op de foto dat het een beetje een lichter randje had. En dat deed ik in het begin, had ik dat ook al. Alleen dat zag je niet omdat hij natuurlijk die witte ogen heeft. Maar goed, dat lichtbruin randje dat heb ik al erop gedaan. Dus hier doe ik nog hier en daar nog een wat verschillend tintje, zeg maar, van bruin. Om wat zachter te maken. Ik laat die highlight, zeg maar, hier op dat neusje laat ik zitten, want dat vind ik wel een leuk effect. Klein beetje breder. Als jullie zeg maar een zwarte hond hebben, dan wens ik jullie ook heel veel succes. Oh, ben ik gemeen. Nee, zwart en wit zijn de moeilijkste twee, of ja, de twee moeilijkste tinten voor een hond te schilderen. Maar zelfs dat moet lukken, want net wat ik zeg, gebruik gewoon mijn tip niet puur zwart gebruiken. Gebruik echt gewoon een verdunde en vooral de basis. Gebruik dan gewoon grijs met wat blauw en wat gebruik dat als zeg maar basistinten. En echt alleen op het allerlaatst kun je met een heel klein beetje zwart kun je dus hier en daar een highlight aanbrengen. Maar bijvoorbeeld daar waar je dus hier de bruine tinten ziet van de lichtbruine tint van deze chocoladelaap. Als je dan daar lichtblauw, of ja, nou niet lichtblauw, een beetje blauw gaat pakken met een klein beetje zwart, heel klein beetje maar en wat wit. En als je dat gebruikt als de lichte tinten, zul je zien dat het gewoon is. Nou, waarom zit er geen blauw in een hond? Maar toch, probeer het maar eens. Als je dat als basis gebruikt voor de lichtere tinten, dan klopt de hond ook. Maar je moet dus niet gewoon alleen met zwart en met wit gaan werken op een hond die zwart is. En hetzelfde is met witte honden. Gebruik gerust een beetje grijs en een beetje blauw. Blauw maakt het wat levendiger. En grijs, dat is juist waar de schaduwplekken zijn. Samen met wat bruin, ook onder de kinnetjes, de schaduwpunten, een beetje beige is ook altijd wel geweldig. Dus is jouw hondje grijs of is jouw hondje wit of zwart, dan is het te doen, maar gewoon, dus het is wat lastiger. Nou, als je nog meer tips nodig hebt, dan kun je me ook een berichtje sturen via een messenger. En dan zal ik je ook altijd proberen te adviseren. Nou, niet allemaal tegelijk, want dan ben ik vanavond allemaal bezig. Maar ja, ik wil graag helpen. Ik help je graag. Nou, hij is bijna klaar, toch? Ik kijk nu echt heel goed naar lichtere punten en wat donkerdere punten. Dus het mondje hier ben ik nog steeds niet tevreden over. Klein beetje nog. Klein beetje donkerder hier, mijn dunste penseeltje. Een beetje lichter hieronder. Dan donkerder hier.
dan even samenvoegen met het penseeltje. Nou, eigenlijk zie ik klaar. Moet er gewoon niks meer aan doen. Die oogjes, ja, sorry. Je zult je strakjes wel zien. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En abonneer graag. En ik zie jullie graag de volgende keer.